Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag muziek maken. Oh, we moeten even wachten op juf José. Juf José. Hallo, goedemorgen. Jullie waren al begonnen, zie ik. Hallo allemaal. Hebben jullie gisteren het filmpje gekeken van juf Assou? Ja, toen hebben jullie een samba-bal gemaakt, hè? En geknutseld. Oh, heb je het niet? Oh, geef niks. Die kan je dan nog maken. Dan moet je het filmpje van gisteren even terugkijken met papa en mama. Is niet erg als je het niet gemaakt hebt. Want vandaag gaan we ook muziek maken. Doe maar mee. We hebben namelijk allemaal glaasjes met water. Maar het is geen gewoon water. Hè, Puk? Nee. We hebben gekleurd water gemaakt. Kijk maar. Hier is blauw en rood en groen en... Ja? Puk? Ik weet de kleur niet meer. Oh! Hij weet de kleur niet meer. Kan jij hem helpen? Wat voor kleur is dit? Het is dezelfde kleur als je gezicht, Puk. Oh, geel! Ja! En dit is zwart en... Huh? Er zit helemaal geen water in. Nee, die is leeg. En je hoeft niet per se gekleurd water zoals wij hebben. Maar ik vond het wel gezellig staan. Gekleurd water maak je door voedingskleurstof of met een beetje, kijk, creppapier. En anders gebruik je gewoon water uit de kraan. Maar nu gaan we deze xylofoon even aan jullie laten horen. Pak jij het stokje? Wij hebben gewoon een lepel ervoor gebruikt. Waar ga je beginnen? Bij de blauwe. Wauw, mooi Puk. Wat kan je mooie muziek maken. En hebben jullie ook gezien dat hij hier heel vol zit? En steeds een beetje minder water? En dan hoor je ook steeds andere geluidjes. Ik ga het ook een keertje doen, Puk. Ik vind het ook leuk. We kunnen ook een liedje maken. Vaterke op. Slaapt gij nog? Ken je? Leuk hè? Woe! Die is mooi. Als je nou niet met water geluid mag maken van mama of papa, kan je het ook anders doen. Puk, pak jij even de spullen? Ja, even wachten hoor. Puk, we gaan toch niet koken? Nee, wacht nou. Wacht, het is een trommel. Oh, kijk, dan heb je deze ook nodig, de lepel. Ja, luister maar. Wauw, nou, applaus voor Puk hoor. Wow, goed gedaan. En waar is dit dan voor? Kan je hier ook wat mee laten zien aan de kinderen? Die? Goed luisteren. Dat is een zacht geluid, hè? Ook mooi. Maar ik zie nog wat liggen. Wacht. Zijn jullie er klaar voor? Oh, juf José, wil je me helpen? Ja, ik doe deze kant. Komt ie hoor. Wauw, doen we nog een keer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Goed zo. Die klinkt wel hard, hè? Ja, vind je thuis ook leuk om muziek te maken? Ik ben benieuwd of het lukt. Nou, we gaan weer een feestje bouwen hier.